Isabel, ik ben 22 jaar. Ik woon in Zuid-Leeuw. Mijn hobby's zijn paardrijden en voor de lens staan. En ik werk als keukenhulp in augustus. Ik heb een paard gehad, maar nu heb ik het moeten wegdoen. Het is nogal kostelijk, dus daarmee. De dressuur vooral. Ik heb ooit wedstrijden meegedaan, maar nu niet meer. Waarom doe ik dan zo'n verkiezing mee? Ik heb vorig jaar meegedaan aan Miss Fruit Belgium. En ik wil heel graag professioneel model worden. En ja, ik hoop via deze weg dat het me een beetje lukt eigenlijk. De maten misschien niet, maar wel de looks en het fotogenieke, dat heb ik wel. Dus. Ik ben van de streek en ik kan het bier overal promoten en zo. Ik denk dat dat wel een troef is. Maar weet je, iedereen mag winnen van mij, hè? Maar het zou altijd fijn zijn als ik win. Hè? Dat is logisch. Hè? Ik denk op de dans en op het praten. Omdat dat twee belangrijke dingen zijn. Ik drink af en toe wel eens graag een biertje. Ja. Ik heb ze allemaal gedronken en ik vind voornamelijk de triple het lekkerste. Naar de zee, lekker warm. Warm weer, zee, zon, strand, alles op en aan. Het buitenland. Cuba, Spanje, Dominicaanse Republiek. In de natuur vind ik heel leuk om te doen. Maar ook in de studio is ook altijd leuk om te doen. Dus eigenlijk allemaal graag, als ik maar op de foto kan staan. Goede Liekes vind ik een geweldige vrouw en ja, die zit ook veel fotoshoots en zo, dus haar bewonder ik enorm. Okay, super. Voilà, ik denk dat we jou een beetje beter kennen intussen, Isabel. Bedankt in ieder geval voor het interview. Graag gedaan. Okay, super.